Ja, de politieke dag van vandaag staat er vooral in het teken van Volkert van de G. Het begon allemaal met een uitzending van Brandpunt Reporter afgelopen zondag, waarin Volkert van de G zelf aangaf dat die foto, die destijds verscheen in de Telegraaf, vlak na zijn vrijlating, dat die in scène was gezet, dat er overleg over was geweest. Nou, beroering in de politiek meteen, want Volkert van de G kwam vervroegd vrij onder een bepaald aantal voorwaarden, zoals geen contact met de media. Nou, minister Van der Steur van Justitie moest daarover gisteren in de Kamer verschijnen. En hij zei toen dat het Openbaar Ministerie vlak van tevoren wel was ingelicht, maar dat hij alles nog eens heel precies ging uitzoeken. Nou, dat inlichten, het Openbaar Ministerie, dat ging wel een beetje verder. Wat blijkt nu vandaag in de Volkskrant? Justitie drong aan op foto van Van der G. Kortom, het is helemaal in scène gezet en zelf door de overheid zelf geanceneerd. Met als bedoeling dat de jacht op Volkert van de G zou stoppen als er eenmaal een foto was geweest. Nou, dat is op zich allemaal nog wel begrijpelijk. Maar het gekke is wel weer dat informatie vanuit het ministerie van Justitie, van ambtenaren, vanuit de onderlagen, niet doordringt naar de top. Dat hebben we nu al zo vaak gezien. Heel recent nog met Kees H. Dat ging over die drugscrimineel die een deal had gesloten met de overheid. Staatssecretaris Steven was daarvoor verantwoordelijk, toen nog als officier van Justitie. Minister Opstelten moest erover in de Kamer komen. Heel ingewikkeld verhaal. Ze wisten niet meer precies hoeveel geld er was. Briefjes bleken zoek, oude computersystemen. En op een gegeven moment bleek alles toch wel weer boven tafel te kunnen komen. Ergens uit een oude kast of zo. Nou, dat leidde tot het aftreden van Opstelten en Teven. En nu minister Van der Steur dus in toch wel wat politiek zwaar weer. Nu blijkt dat de overheid zelf meegewerkt heeft, zelf georganiseerd heeft dat die foto gemaakt kon worden. Waarom wist de minister dit niet toen hij in het debat moest verschijnen? Hoe moeilijk kan dat zijn? Het is natuurlijk allemaal gebeurd voordat Van der Steur zelf minister was. Maar hij is wel verantwoordelijk. En zeker ook voor de informatievoorziening binnen zijn ministerie en ook het Openbaar Ministerie. Nou, dit soort dingen hoort hij allemaal te weten. Kortom, de Kamer wil nu weer opheldering. Er komt waarschijnlijk vandaag eerst nog een brief van Van der Steur en dan volgt, nou, misschien later vandaag, maar ik denk pas morgen een debat. Nou, dat wordt ongetwijfeld een narrig debat. Iedereen vindt hier iets van, iedereen heeft hier verstand van in de politiek en in de samenleving, omdat het zo'n belangrijke zaak eigenlijk is. Kortom, zwaar weer voor de minister. Het wordt een narrig debat. Ik denk dat hij het bezalde wel zal overleven. Hij zal hier echt niet voor naar huis worden gestuurd als je het mij vraagt. Maar leuk debat staat hem absoluut niet te wachten. Het wordt narrig. En hij moet nu wel precies op een rijtje hebben vandaag hoe het allemaal is gegaan. Want je kunt niet morgen, vandaag een brief sturen, morgen een debat. En dan volgende week vertellen dat het toch allemaal weer een beetje anders zat. Kortom, dat is wel het belangrijkste gesprek vandaag hier op het Binnenhof. En natuurlijk vanavond de top rondom het diner van de regeringsleiders in Brussel. Premier Rutte is er ook bij. Eerder is bekendgemaakt, is een afspraak gemaakt over de verdeling van grote groep vluchtelingen over Europa. Die 160.000 mensen die moeten worden verdeeld. Nederland krijgt er daardoor 7.000 mensen extra bij. Maar vooral voor de VVD was steeds belangrijk, ook de lange termijn, de opvang in eigen regio. Nou, daar moeten vanavond een aantal afspraken over gemaakt worden, waarmee Rutte en zijn partij de VVD gewoon letterlijk thuis kunnen komen. Om uit te leggen, oké, die 7.000 mensen hebben we erbij genomen, maar dat betekent wel dat op lange termijn mensen meer worden opgevangen in de regio. En daar hebben we ook wat geld voor over. Nou, over Volkert van de G gaan we natuurlijk uitvoerig berichten vandaag in alle bulletins. Zodra die brief van Van der Steur er is, gaan we jullie dat ook allemaal melden. En in Brussel is vanavond ook collega Jos Heijmans, die doet weer verslag van die top. Nou, dat staat er vandaag op de agenda.